Hey mensen, tof dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. En vandaag ga ik jullie mijn nummer 1 tip geven om ervoor te zorgen dat je velgen weer ontzettend mooi worden en er weer spik en span uitzien. Ik weet niet of jullie het heel goed kunnen zien op de camera, maar deze velg is ongelooflijk vies. Dit is de achtervelg van XC60R, waarmee ik heel erg veel off-road rij. En er zit heel veel remstof op. Op de voorste velg is het veel minder, maar op de achtervelg zit in dit geval ongelooflijk veel remstof. En deze kant moet ik nog schoonmaken. En deze kant heb ik al schoongemaakt, behalve de binnenkant en de spaker, maar dat ga ik nog doen. Maar ik zal even aan jullie laten zien wat het verschil is tussen de vieze en de schone kant. Ik hoop dat jullie dat goed kunnen zien op camera. Als je gaat kijken naar de binnenkant van de velg, je ziet zeg maar de buitenranden zijn over het algemeen nog een soort van schoon. Maar dit is de binnenkant, dit is eigenlijk gewoon zwart. Je zou misschien denken dat het schaduw is, maar in dit geval is het dat niet. Ik heb mijn velg net al een paar keer aangeraakt. Mijn pink is nog een soort van schoon. Maar als je ziet, als ik een paar keer over de velg heen ga, zie je dat mijn vinger gewoon pikzwart is. En ook als je echt in de velg kijkt met de camera, zie je dat deze kant van de velg ongelooflijk vies is. En die gaan we schoonmaken straks. En daar heb ik dus een trucje voor en dat wil ik jullie, die wil ik graag met jullie delen. Als je dan de andere kant van de velg pakt, dan kun je het verschil veel duidelijker zien tussen de schone en de vieze kant. Deze kant heb ik in dit geval al gedaan. En deze kant moet ik nog doen. En als je gaat kijken naar het verschil, je ziet gewoon, het is gewoon zwart. De binnenkant van mijn velg is gewoon zwart van het remstof. En je ziet gewoon een heel groot verschil. En dan is de vraag natuurlijk, hoe zorg ik ervoor dat mijn velgen er weer mooi uitzien. In plaats van alleen maar water en zeep te gebruiken, want dat zie ik de meeste mensen doen. Deze tip heb ik van een vriend van me. Dus Casper, als je deze ziet, dankjewel voor de tip. Wat ik altijd gebruik om een velg schoon te maken is remreiniger. En de reden dat ik remreiniger gebruik is omdat ik eerst die tip kreeg van een vriend van me. En wat remreiniger eigenlijk doet, remreiniger zorgt ervoor eigenlijk dat al het vuil dat gewoon loskomt. Je kan het zelfs gebruiken om je motor mee te starten mocht hij het niet doen. Alle viezigheid die dan in je tankster zitten, die los je gewoon op. In dit geval als je het op je velg spuit, of in ieder geval op een oude handdoek, whatsoever, en je trekt hem zeg maar over de velg heen, instantly wordt je velg schoon. Je hoeft geen moeite te doen, je hoeft niet te schobben. Je spuit remreiniger op je velg of op je handdoek en je trekt een rondje en hij is instantly schoon. Ik zal dat proberen jullie te laten zien, wat het verschil is als je remreiniger gebruikt, hoe dat eruit komt te zien. En mochten jullie het een keer willen proberen, een bus remreiniger kost minder dan een tientje uit mijn hoofd, misschien 5 euro of zo. Spuit het op je velg, ga een heel klein beetje poetsen en je zult zien dat je velg binnen no time ontzettend schoon is. Nou, als we dan kijken naar bijvoorbeeld deze rand, hier zit een paar van mijn vingerafdrukken op. Ga ik een oude handdoek pakken, ga ik een beetje remreiniger erop doen en gewoon een streep trekken om je te laten zien hoe goed het werkt. Ik heb een oude handdoek. Echt veel remreiniger heb je meestal niet eens nodig. Dit is met een paar keer schrobben, of eigenlijk een paar keer heen en weer gaan, kan je zien wat voor vuiligheid er daar afkomt. En je kan ook gelijk zien wat het verschil is tussen zeg maar de zwarte kant en de schone kant. Dit ga ik voor heel de verf doen, zodat mijn velg weer spik en span uitziet. Ik ga mijn spaken ook behandelen. Mochten jullie dit ook doen, remreiniger, handdoek en je bent gewoon klaar. Mocht jullie dit een goede tip hebben gevonden, laat het dan weten in de comments. En ik zie jullie in de volgende video.